Dus ik ga jullie laten zien wat mijn outfit is voor carnaval. Maar dit is de Hikman. Een van de laatste beelden met mijn Hikman, want morgen gaat hij eruit. Nou, het is 10 uur. We zijn wakker. We moeten over een uurtje op school zijn. Dus we gaan ons zo klaarmaken. Even lekker ontbijten. En dan zo naar school toe. Nou, we gaan even een smoothie maken. Als ontbijt voor mij en voor Flo voor beide ontbijt. Dus wat we erin gaan doen. 2 bananen. Sinaasappelsap. Aardbeien en mango. En havermout. Dus die gaan we even maken. We hebben echt stress. Ik neem jij wel. Hij kan echt niet echt te laat komen. En we gaan te laat komen, want we moeten 11 uur verzamelen en het is 10:55. Maar we vertrekken kort over 11. Ja, en anders moet ik daar wachten. Ja, we moeten 11 uur verzamelen. Maar mij niet uit. Oh, ik heb echt brainvries. Ja. Ik ben weer thuis van school. Nou, eigenlijk ben ik niet naar school geweest, want we hadden een uitje met de klas. We gingen namelijk naar de universiteit in Nijmegen om gewoon wat informatie daar te krijgen en een meeloopdag, zeg maar. Maar het was wel een gezellige dag gewoon om met de klas te zijn en je leerde elkaar toch zo wat beter kennen. Maar verder was het best wel saai, omdat ja, ik ben nou niet heel veel meer te weten gekomen en ik denk toch dat ik daar niet wil gaan studeren. Dus ja, dat is dan wel jammer, maar het was wel gewoon heel gezellig. Dus ik ben toch wel blij dat ik meegegaan ben. En wat wel heel leuk is, ik ben net nog gevraagd om vanavond naar het feestje van een vriendin van mij uit mijn klas te komen. Dus dat vind ik wel heel leuk. Want ik ken haar nog niet heel lang, dus dan vind ik het wel heel leuk dat ze me toch uitnodigt. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ga nu even gewoon lekker relaxen op de bank, zodat ik vanavond fit ben om naar het feestje te gaan. Ik ben me dus klaar aan het maken voor het feestje voor vanavond. Ik heb nu dit shirt met dit vestje aan en dan gewoon een lichte broek. Alleen, het ziet er zo raar uit omdat ik nu met kort haar dit weer voor het eerst aan heb. Ik weet niet zo goed of ik het zelf nou echt leuk vind en helemaal dat je zo dit witte randje ziet. Normaal zag je dat niet, want dan hingen mijn haren eroverheen, maar nu niet, zeg maar. Maar in ieder geval, ik ga dit aandoen en dan ga ik nu nog even een beetje make-up op doen, want dat is toch wel ja, mooi voor een feestje. Dus ik ben benieuwd wat ze van mijn kleding vinden. Want zelf weet ik het niet zo goed. Want ja, het ziet er gewoon zo anders uit met kort haar. Ik heb het even aan papa, mama en mijn zus gevraagd. En die vinden het er wel leuk uitzien. Dus ja, ik ben er klaar voor. Alleen nog even make-up op doen en dan kan ik gaan. Nou, ik ben er klaar voor. Kijk. Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb er zin in, dus ik ga nu naar het feestje toe. Nou, goedemorgen. Ik heb heerlijk geslapen. En wat was het leuk gisteravond? Dat ten eerste. En ik heb de meiden zo toch beter leren kennen. En ik denk dat ze mij ook beter hebben leren kennen. Want ja, je praat toch wat makkelijker met een wat kleinere groep dan op school wanneer er heel veel mensen omheen staan. Ja, ik denk gewoon dat ze me echt veel beter hebben leren kennen. Zo op een hele andere manier dan op school. Dus dat vind ik zelf wel echt heel leuk. Dus ik ben blij dat ik ben uitgenodigd. Dat geeft toch ook een soort van zelfvertrouwen of zo. Dat ze je toch uitnodigen, ondanks dat ze je nog niet zo goed kennen. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ik heb heel erg naar mijn zin gehad. En vandaag staat er ook weer van alles op het programma. Eerst ga ik namelijk zo even gauw ontbijten en mijn haren nog doen. En dan ga ik daarna boodschappen doen. Vervolgens moet ik nog even gauw een video editen, want die komt zeg maar zondag online. Als je deze video ziet, is die dus afgelopen zondag online gekomen. Dat is omdat ik vorige week zeg maar in het ziekenhuis heb gelegen. En daardoor de video van woensdag op donderdag online is gekomen. Dus de video van zaterdag komt zondag online. Ik moet daar ook nog even een video editen. En daarna ga ik kijken bij de wedstrijd van mijn voetbalteam. Dus daar heb ik ook wel zin in. Want die heb ik ook al een tijdje niet gezien. Omdat het gewoon even wat minder ging. Ben ik ook niet naar de trainingen geweest. Dus daar gaan we straks ook heen. En vervolgens hebben we vanavond een feestje van mijn achternichtje en mijn achterneef. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Die heb ik ook al heel lang niet gezien. Dus dat wordt ook echt vast heel gezellig. Nou, ik ben net naar de supermarkt geweest. Alleen, wat er gebeurde, ik heb geen idee.
Maar ik voelde me opeens echt heel slecht. Dus ik ben gelijk naar de kassa gegaan. Toen moest ik best wel lang in de rij staan voor de kassa. Dus ja, ik voelde me echt steeds minder goed. Uiteindelijk, toen ik op de fiets naar huis toe zat, ging het eigenlijk wel weer. Maar toen stapte ik de fiets af. Ik zette één stap binnen en ik moest gelijk spugen. Maar ja, heel raar. Maar nu voel ik me eigenlijk best wel goed. Ik heb net gauw de video geëdit. Die is nu aan het renderen. Maar mijn team moest om 14:15 spelen. Dus ze zijn nu ongeveer 5 minuutjes bezig. Dus ik ga gauw naar de wedstrijd toe. Dan kan ik even kijken. Want het gaat nu beter. Dus ik ga kijken. De video is nu aan het renderen. Dus die kan ik als ik thuis ben uploaden. Dus let's go naar de voetbal. Nou ja, het regent. De wedstrijd is bijna afgelopen, maar ik moet naar huis, want we gaan zo naar de verjaardag. Het staat nu 7-5 voor ons, dus ik hoop dat ze dit winnen. Maar ik moet nu naar huis toe, dus let's go. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik heb gisteren niet meer gefilmd, maar we zijn naar de verjaardag geweest. Dus dat was wel leuk, maar toch wel erg vermoeiend, want er waren veel mensen, dus veel indrukken. Dus we zijn al redelijk op tijd weer naar huis gegaan. Maar het is vandaag zondag en het zou vandaag gaan stormen. Maar er is nog niet heel veel van te zien. Een beetje in die bosjes daar zo waait het een beetje. Maar verder zie ik nog niet heel veel. Maar dat kan zeker nog later op de dag komen. Vandaag ga ik dus ook niet heel veel doen. Mijn kamer opruimen, want dat is echt één grote bende. En ik ga vandaag mijn carnavalspakje, zeg maar, klaarmaken. Dus mijn jasje die jullie in de vorige video hadden gezien, daar ga ik de emblemen op maken. Dus ik ben benieuwd hoeveel werk dat gaat kosten, want ik ga vandaag pas beginnen. Nou ja, we gaan het gewoon doen en we zien wel hoe ver we gaan komen vandaag. Nou, we gaan aan de knutsel. We gaan deze emblemen op mijn jasje maken voor carnaval. Dit is het jasje nog zo, zonder emblemen. Dus dan gaan we de emblemen erop maken nou, met de naaimachine. Nou, de schouderdingetjes zitten er al opgenaaid. En nou gaan we deze eerst strijken en daarna nog naaien. Dus die gaan we er eerst op strijken. Goed? Ja. Hele middag bijna bezig, hè? Ja. Klusje, hè? Bijna nog. Heel de middag. Maar nou kan ze alles, hè? Alles doet ze zelf. Ondertussen wordt het al donker en Moontje is nog steeds aan het naaien. Wat een werkbeest, hè? De pijn in de schouders? Yep. Yep. Nou jongens, het is af. Ik heb even heel mijn outfit aangetrokken, behalve een zwarte broek. Ik heb gewoon nog een blauwe broek aan, maar ik zou een zwarte broek aandoen hieronder. Dus ik ga jullie laten zien wat mijn outfit is voor carnaval. Yes. Zo, hieronder een gestreept shirt. Sjaal om, jasje, handschoentjes aan. Yes, eindelijk klaar. Ik ben er heel lang mee bezig geweest. Maar ik ben blij dat het af is en het is ook wel leuk dat ik het zelf heb gedaan. Kijk in de spiegel. Even kijken. Zo, de achterkant. Yes, heel blij mee. Echt leuk. Echt leuk. Kijk eens wat lekker. Vandaag eten we zelfgemaakte pizza. Dus gaan ervan genieten. Het is inmiddels avond. Ik ga zo slapen. Maar eerst ga ik nog even mijn kamer opruimen. Want
Ik moet morgen vroeg om 6:30 weg naar het ziekenhuis. Want dan gaat mijn hikman eruit. Maar net voordat ik mijn kamer ben begonnen met opruimen, heb ik nog even zonwas met Quinn gespeeld en nog wat andere. En wat wel heel leuk was, is dat ik nu als Flex, dus Bram, heb gekild. En dat is best wel een goede Fortnite-speler. Het was meer geluk, maar het voelde wel gewoon heel leuk om hem even gekild te hebben een keertje. Maar ja, nou ga ik nog even verder kijken naar de stream en tegelijkertijd ja, mijn kamer opruimen. En dan morgen vroeg opstaan, want dan gaat mijn hikman eruit. Dit zijn dus een van de laatste beelden met mijn hikman. Nog. Voor de mensen die niet weten wat het is. Dit is een hikman. Dit slangetje loopt zeg maar zo via mijn nek hier. Mijn ader in en dan loopt hij zo zeg maar via een ader zo naar mijn hart. Maar dit is de hikman. Een van de laatste beelden met mijn hikman. Want morgen gaat hij eruit. Mijn kamer is inmiddels opgeruimd. Dus ik ga slapen. Ik ben totaal niet zenuwachtig voor morgen. Ik ben echt nooit zenuwachtig voor operaties of zo. Want ja, je slaapt toch. Dus dat is wel fijn dat ik daar niet zo zenuwachtig voor ben. Dus ik ga op tijd slapen. Morgen vroeg op. En dan is dat hem. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je niks van mijn avontuur wil missen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.